IC-bedden afschalen, 70.000 mensen ontslagen. Maar we doen het voor de zorg. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. Dit is een man die strijdt voor democratie, strijdt tegen corruptie. Ik houd hier Rusland verantwoordelijk voor. Wij weten dat hij op een verschrikkelijke manier werd behandeld, dat hij geen toegang kreeg tot ook medische voorzieningen in Nederland.